In deze foto van een kerkinterieur zie je direct wat er hier aan schort. Er zitten vervelende paarse vlekken in die het gevolg zijn van overstraling van het licht op mijn lens. Gelukkig is daar een snelle oplossing voor. Ik ga naar de gereedschapskist en selecteer het gewone penseel. Vervolgens ga ik eventjes naar de instellingen en ik zorg ervoor dat de overvloeimodus daar op kleur staat. Als ik nu ergens in de muur van die kerk met mijn penseel ga staan, de Alt-toets indruk, dan verandert mijn cursor in een pipetje. Als ik nu met mijn linkermuisknop één keer klik, heb ik de kleur die daaronder zit geselecteerd. Nu ga ik met mijn penseel door die paarse vlekken in de muur vegen. En je ziet dat die paarse kleur verdwijnt als sneeuw voor de zon. Laat ik zeggen dat ik het zo wel prima vind. Hier onderin, bij die boog, zie je ook een paarse vlek. Hier doe ik precies hetzelfde. Ik kies met behulp van de Alt-toets een kleur die in de buurt komt van wat ik wil bereiken, klik één keer en veeg simpelweg door die paarse vlek. Ook in het orgel zit nog een paarse vlek, die kun je beter zien als ik even inzoom. Die paarse vlek hier behandel ik op dezelfde manier. Ik kies dus weer mijn penseel, ik ga ergens staan op een donkere plek, druk de Alt-toets in, klik een keer en veeg simpelweg de paarse kleur weg. Een hele simpele manier dus om ervoor te zorgen dat paarse en andere gekleurde overstralingsvlekken uit je foto verdwijnen.